een verhard goedemiddag. We sluiten na, denk ik, nog maar even. We zijn er, dames en heren, jongens en meisjes. Een verhard goedemiddag. Het is zondagmiddag en Radio SRS Suriname is weliswaar jarig. Maar het betekent niet dat we u Orubal Mantori onthouden. Uw Change Change programmering Tunso, bepaalde voor dit vaste programma. Uw Dribi weliswaar, omdat we van een van onze sponsoren pakketten hebben gehad. Die wij dus vandaag op deze speciale dag mochten weggeven of mogen weggeven aan de luisteraars. Dus we hadden wat meer tijd nodig in die uitzending voor Kofferdati. Maar omdat Oezapdak dus maar een wakti Orubal Mantori te zonde bakan naar Oudak van nou. Alafasi Orubal Mantori wel wil doen. Ondanks SRS verjaardag. SRS is vandaag 57 jaar oud geworden. En Oejaranga personeel, Unabigi feest, Bruine woning, Jan, Gemberij Dringi. Ja, we hebben blikseminslag gehad, dus we kunnen niet te gek gaan doen natuurlijk. Bigi prioriteiten, dit zou moesten klari. Dus vandaar dat we het dus gemeend hebben zo te doen met het personeel. En ook in de uitzending u te zullen laten merken door de pakketten die we onder andere zullen weggeven. Bedenk Taki, Clyde, Ashwin, na Spani, worden bezig op Chimoro later. U kan belkoen naar studio. En we hebben een pakketje voor DTS, want met DTS zorgen we dat u efficiënt de pakket. Want kroeg wagino, sorry. Mooi stapelpakket. Dus dan weet u dat ook. Bij Orubal Mantori hadden we vorige week Ro Kolf, de legend himself. Heeft zijn sporen verdiend als voetballer en coach. En de man die een heleboel voetballers gevormd heeft, heeft helpen vormen. We hebben twee weekenden moeten besteden aan Ro Kolf, want Wang aflevering bij Sari. Dus we hebben toen anderhalf uur gesproken met Ro Kolf. Heel interessant. En afgelopen zondag was hier weer. Hebben we weer een lekker lang, een uur en een kwartier of zo, Taki. Maar dat is maar wel Kusari. Maar ja, natuurlijk moeten we daar ook naar gaan kijken van zij wat doen. Hetzelfde met meneer Wieneschal. Ik ben meneer Wieneschal nog één aflevering schuldig. Want Utekamat, die mocht de eerste aflevering. Was ook zo'n lang programma, maar heel veel informatie. En dan kan we hier archief nou tapuja met krantenknipsels en foto's en van alles en nog wat. En het was heel interessant om met meneer Schaal te praten, maar dat zie je ook toe. Dat ik heel fanatiek, allemaal spaar kibri alazani, een heel soort archief aan mijn abi. En daar hebben we een beetje van kunnen snoepen. Vandaag hebben we in de studio Rodney van Engel. We hebben Rodney van Engel in de studio. Hij is op vakantie in Suriname. En ik weet Johnson, dat ik van voor Saman Jompo. Waar heeft de kamer ook toe. In de kwam van de Orubalman, zijn ook toe. Ik wil het aan mee, plegi, natio, plegi, wat of de biggie team in Sernang. En vandaag gaan we dus het komend uurtje luchtig babbelen met Rodney van Engel. Rodje van Waka. Ego. Alles goed met je? Alles rustig, mijn herstel helemaal. Als stress is er niet, kant op vakantie en relax, opgeladen. Ja, toch? Kan je die microfoon een beetje naar je toe trekken? Oké. Hoe lang was je er? In totaal 5 weken. 5 weken. Het is heel lang. Bijna minimaal. Goed, maar ja. Dat was nog niet. Laten we beginnen bij het begin. Van Rodje van Engel, Biggie Playbal. Van zijn Biggie Wayback Chimboiting. Oké. Dus eigenlijk, ik groei op in voetbal of zo. Ik heb een debuut spelen voor Robin Hood. Marlon Brando. Ik ga op naar de Grando, omdat naar mijn oma. En sinds Chinteng, maat ik niet onder een vleugel en dan soort me alle dingen trucjes, alle dingen kneepjes van voetbal. En zo doen ik groot. Maar heb je een boy PDG playbal soort team? Nee, je play pas laat die. Ik play in jeugdteam, ik play Aspi, ik play Pipille, ik play Max. Nee? Ik play, ik ben mag. Mijn oma de baan, ik playbal. Oh ja? Dat was het leukste van het verhaal. Als aan Biggie, ik was 14, 15 jaar en woonde de matief niet, Gilbert, Paviro Sintono. En we hebben die Santos. Dus wanneer ik tegen mijn taxa ik sta, ik oor genoeg bij mijn arke, ik oma moer, ik moet playbal. Ik heb een zoon naar mijn oma, Reinaldo Grando, want ik ben de beheerder voor Sousas. En ik heb alle zoon de bal. Dus soms heb ik een zoon van mijn naam. Dus dan bak ik fiets, ik trap nu weer brok. Aya aya pani se trapa fits abra broki gue Doro Santos de maximum me play inte ma me play mata kabun get train no train en de ma ko baka train da foka chari on a track so kona pas foto de so luna bi by Santos dus Santos ja in kostun 15 jaar 15 ja hoe heb je die periode bij Santos ervaren dat ging heel snel met mij want
Migo dapé omdat de tramen aan zijn migo, de man be play jeugd. Mm. Dus mi go er vanuit en mi be go looko bal na stripje af en toe. En ik stond altijd aan de zijlijn, kijken hoe die jongens spelen, al die grote namen, Clifton, Grootje, al die mannen speelden en ik zat aan de kant. Mm. Nooit gevoetbald in een team, nooit. Ik had echt bewondering van die mannen, dus ik was ook fanatiek, maar ik mocht niet van mijn grootmoeder. Maar wat ben je aan voor oma? Of wat ben je aan voor oma? Ik ben bevreden dat ik mijn brok op mijn voet doe. Dat is het enige argument, je brok je voet doe. Dat ben dan maar op die strijkerblok. Idoro Santos, op welke positie speelde je? Zo. Ik denk ik was voornamelijk als middenvelder, rechter middenvelder. Vroeger in de bab, voorwoord, die bab maar voor rechter middenvelder. Mijn start dat be. Ik denk aan de linkerkant af en toe mijn bepleit doen. Ja. Hoe lang heb je bij Santos gespeeld? Santos heb ik twee jaar in totaal gespeeld. Ja. En hoe blik je terug op die twee jaren Santos? Het was leuk, maar ik heb het niet goed. Ik heb het niet zo goed ervaren, omdat ik wilde graag ook in streepje spelen. Ik mocht niet eens in streep. Ik ben gelijk begonnen en gelijk bij de grote. Ik moest gelijk met de eerste klas, met de eerste team mee. Als 15-jarige? Als 16-jarige, 15-jarige, echt. Mangri tegen Biggie Ski Man. Ze hadden mij mee. Tegen Corona Boys, tegen... Alle die soort Biggie Trangen, man. Als dat bij heavy, maar ik ben mag. Maar welke voordelen heeft dat jou gebracht? Wanneer ik dat die ontwikkeling voor de kaartdrukken? Ja, sowieso. Adrukken moet ik vanaf jongs af. Na Osoto to Webplay, onderling, was ik altijd... Ja, ik probeerde altijd het lat hoog te leggen, snap je? Tenmin pleit tegen de neefjes, mijn pot toe tegen mij. De man bepaalt ik altijd, ja, ik denk, yo, wie nu, nu. Ik snap je zo'n zin, dus mijn pot altijd wel lat. Zodat ik me kan overtreffen, snap je? Mijn potentie. En wat volgde na Santos? Na Santos, dan ben ik, dat nou een mooie story toe eigenlijk. Het is niet om te lachen, maar Atori dat gozo. Hoe play Santos? Eerste jaar hoe play boom, tweede jaar hoe play moro boom. En dan toen hop, promoveer ik in eerste klasse. En ik zat hop, bij de eerste mensen uit de City voor ja. Dus de man begint bij me, alle begin speler. De man play, de man promoveer kan hoofdklasse, dan de man play tegen Uno Santos. En ik zat play dat, Birion of Migili. Maar hij de man drie bal. En hij is op de man haal voor door hoofdklasse. En dan play dat misgitter, gilischitter. Dus de man komt back up play, komt benader hoe dat. Hey, Pino, manager voor hop. De man komt dat, hey, hoe gaan we naar hop? Dus om in 16, gili bij de 18. Dus met de man dacht, ja, maar dan tik overschrijving. Na Santos. Wat niet zo makkelijk is. Daar was een soort voorzitter die een dictator was. Echt een dictator. Meneer Godet. Ja, echt een korte boerman. No nonsense man. Zweregi. Dus Amang, training komen. Bij de vrijdag training, laatste training van Wiki. Dus wedstrijd forum is dat ook bij play. Dus mijn papa, hey, weet dat je ook fout doet. Moet je dat overschrijven, want we gaan gewoon hop, de bigetak, zoals hij ook kies in Alexander, dus we waren enthousiast. En heb je de hop bij de Fleter onder andere bij de? Dat heb ik altijd kon, dus nu de, hij kon doen voorin op ik eten. Er was nog een andere meneer die de zaken behartigde. En we hebben gesproken en we zeiden van we willen overstap maken naar hop. En hij zei van ja, ik kan daarover niet beslissen, we moeten wachten op de voorzitter. Dus ondertussen, Hugo snap. Maar het was dat voor ik kon, en dat kan ik voor je. En in zo'n jaar nooit, de man is nooit tegen. De man teken voor leven, hey, de jullie chima is kreeg dat kom je teken voor leven. Ja, maar ik kan teken voor leven. Dus ik kon allemaal dat ja, ik ga graag naar horen. Maar dat kan nou, nee, we, Pauwieren en Van Engel, we nemen op naar Santos, hoe heel lief lang opleiden dat. Amat kan aan dat. En dan zijn dat. Ik denk als ik groep is, maar dat over mijn dead body unegwe. Dat na mijn laatste woord samen tak tegen me. Oké, een hapje maar een man. We zat de regels dan. Dus we batori. Pran, de dag daarna krijg ik een bericht dat hij is overleden. Jezus. Letterlijk. Dus om het niet grappig uit te spreken, hoe bij Lafu, hoe tak hé. Hoe is direct go teken? De patrouille overschrijving zit hij. En werkelijk over mijn dead body.
Naar zo'n Johnny B. En toen was het hop? Toen heb ik een hop gespeeld, eerste seizoen, hebben we goed gedraaid. We zijn bijna kampioen geworden. Dat weet ik, Ivy kwam ook. Mm-hmm. Er waren drie aankopen, of vier aankopen gedaan. Hop, By Me, Ivy, Gilly, Hidalgo. Ja, Hidalgo ken ik. Hidalgo als echt grote namen. En Ayari, dat überhaupt aanvoerder Piet Wortel, bij de aanvoerder. Ja. En toen trouwens spelers minimaal komt op de man, maar echt een heel goed team. Maar als Piet Biscoiving? Ja, nou, ik leef voor van man. Hij was echt net als Zidane, type speler. Mm-hmm. Rustig, coaching, echt een goede leider. Als collectief, waar moest Hop het van hebben, het team in zijn midden? We hadden veel talenten, jeugdspelers. We waren een hele goede trainer, met name Weiland, Busto. Mm-hmm. En hij kon echt alles uit je halen, echt. Ja, was het werken met hem? Hij was een van mijn leermeesters, hij belde me elke dag op. Mm-hmm. En als je met hem aan de telefoon zit, is het niet voor 10 minuten, 15 minuten, het is echt voor 2-3 uren. Mm-hmm. En je weet, vroeger hadden we geen cellulairs. Ja. Dus hij belde thuis. En hij belde vaak met mijn oom, Grando. Mm-hmm. Dus hij was kind aan huis daar altijd. Ja. Dus als hij belt en mijn oma neemt op, moet ik komen. Soms met mijn oma. Tegen minuut. Maar dan maar hoor je naar telefoon. Ja. Hij praat over alles. Maar natuurlijk wel gemeend natuurlijk. Ja, sowieso. Ja. Maar alleen slimme gesprekken met hem. Echt. Mm-hmm. Tactiek. Misschien spelen we zaterdag en hij belt me maandag al om te zeggen hoe ik moet spelen. Wat ik moet verwachten en... Wat een zwakke punt. Hij was echt een toptrainer. Echt. Heb je in je eigen persoonlijke ontwikkeling ook stappen gezien na je overstap van Santos naar Hop? Naar Hop was het ietsje makkelijker voor mij, want ik had meer voetbalvermogen in het team. Mm-hmm. Ik heb echt zwaar gehad het eerste jaar bij Santos, want ik was gewoon een kleine jongen eigenlijk. Een 16-jarige die gewoon eerste klasse speelt. Ja. Ik heb geen ene wedstrijd jeugd gespeeld. Ja. En ik ging om jeugd te spelen. Ja. Dus, aan de ene kant was dat toch wel een beetje bitter voor jou, want je had ook wel jeugd willen spelen en misschien een jeugdnacho terecht willen komen bij Graag, voetbal. Graag. Ik heb maar één jeugdnacho, of twee, meegemaakt in Guyana en in Suriname ook. Maar ik heb niet zoveel jeugdselecties behaald. Hoe lang heb je van Hop voor voetbal? Heb ik ook 2 jaar gevoetbald. 2 jaar. Heb ik ook zo'n moeilijke overstap moeten maken naar Inter Mungatapu. Hoe ging dat? Dat ging niet zo makkelijk. Echt. Dat is wel een beetje privé, dat ga ik niet kunnen uitleggen. Mm-hmm. Maar het was een beetje rumoerig. Ik begrijp ook de situatie van de voorzitter van Hop. Mm-hmm. Maar het was nodig, het was onze volgende stap. Mm-hmm. We hebben alles gegeven en we waren echt gewild. Mm-hmm. Tenminste, ik was er en toen hadden we ook Gerald Grendel gehaald van een team voor... Wat ik aan het doen? Ik heb het niet opgekomen. Ik kan er niet opkomen, maar we waren samen ook in Hop. Mm-hmm. En mijn persoonlijke vriend, ook Weiland. Sigge, Boykie. Ik speelde zaal voor hem en hij was ook altijd fan van mij. Mm-hmm. En hij wilde me graag meehalen omdat hij ondervoorzitter zou worden van Inter. Inter. Wilde hij me graag bij hebben. Mm-hmm. Dus hij heeft het persoonlijk geregeld met het bestuur van Hop. Uiteindelijk kwam je terecht bij Inter Mungatapu. Waarin verschilden Inter Mungatapu van toen en Hop waar hij vandaan kwam met elkaar van elkaar? Zo, Inter, in die tijd was Inter een gedoogde titelkandidaat, ja sowieso. Maar ze ontbrak altijd iets net dat ze het net niet haalden. Mm. En ze dachten met ons zo dat we dat over de streep konden trekken. Als we praten over dat team van Inter Mungatapu, aan welke bekende namen moeten we denken die daar al rondliepen? We hebben daar... gespeeld. Ik heb andermaal gespeeld met Ivy. Ivy was ook daar. Mm-hmm. Dus ik, Ivy, Jaka. Wij zijn als de drie aankopen daar beland. Toen was Benny, maar Benny was geblesseerd denk ik dat jaar. Mm-hmm. Maar hij heeft ook meegespeeld. Dus we waren met z'n drieën. Jackson van Leo Victor, die kwam ook. Linksback. Mm-hmm. Toen ik daar kwam speelde Potisi nog. Yuku speelde ook nog. Brian Damba was keeper. We waren echt een heel sterke team. Heel sterk team. En ook bij hun heb ik ook een goed jaar gedraaid.
heel goed. We waren bijna ook weer kampioen. Maar door een paar kleine fouten. En soms dat onze voorzitter ook wilde spelen. En we moeten punten inleveren. Dat staat te frustrerend, joh. Soms dat bij Boengi mee, maar dat is ook goede tram. Mee profiteer. Maar voor de wedstrijd aan mij kon niet dat ik voor. Kijk, ik kwam pijn. Zabi Injan. Dus ik ging. Op het eind van de wedstrijd altijd voor een penalty zoeken, dan mijn wissel kon. Ik kon hier ronde voor zo'n valling te schoppen. Echt, dat wil je een leuke tijd. Ja. Onder welke coaches heb je gespeeld bij Inter? Bij Inter was Van Troelhoef, hoofdcoach. Ja. En dan was Busto, assistentcoach. Okay. Dus we hadden echt twee toptrainers. Ja, Van Troel is ook een van de toptrainers die ik heb. Nog altijd Oruba Mantori. We praten in de studio voor de mensen die er net bij zijn met Rodney van Engel. Hij is ook een van de Orubalmans die dus ook een verhaal heeft natuurlijk. En omdat hij op vakantie is nog steeds, want hij vertrekt komende week, hebben we gemeend om er alles aan te doen om hem voor zijn vertrek naar België te halen in de studio. Ik moet een aantal mensen groeten. De man zijn Archimila Dorosé, Brian Esayas. Amate volg me, amate scherp. Ik heb allemaal niet voor je, maar het is scherp kritisch. Maar dat houdt mij natuurlijk ook scherp. En amate, weet ik, Ernie, je hebt een fanbase opgebouwd voor het programma. En Wamasa is gekluisterd in Arki naar Steven Richters. Amate, weet ik, amate, Arki, amate, loba programma Valk. Dus een speciale groet aan Steven Richters. Wij zijn bezig de voorbereidingen te treffen om ook de voetballers of oud-voetballers die in diaspora zijn, kan de telefoon is ook aan bel de man. Tjade man kon je naar programma die is ook toe voetballen aan de man. Maar bij deze man tijd met Ernie, even vergeet die man heel fassi. Want Rekka Arka programma alla wiki bakka. Dus van deze plek uit groeten wij Steven Richters. En we hopen dat gaan we een suite zonde. Tan volle groene, want ook toen ik Orubalman in de loop van de tijd ook aan de beurt ook te voeden in Orubalmantori. Afgesproken, ik heb een stukje Arki. Je zegt hier, ik kan de smels er even in orde. Maar TKD. Met welke grote namen heb je allemaal gevoetbald? Nacho. Kan je je eerste oproeping voor Nacho nog herinneren? En die kies haar eerste oproeping zo, zei ik niet om? Eerste oproeping was tijdens hopperiode. Ik was 18 en ik kreeg oproeping van trainer Roekolf. Die tijden van, hoe heet hij weer, was Muis. Mm-hmm. Muis was er, Sancho, Grootje. Die van Leo Victor, hoe heet die kort weer? De Overman? Nee, geen Overman. Overman. Die nummer 10. Limon? Limon, Harvey. Limon. Harvey was er, ja. Je had Veller, mm-hmm. was er ook nog. Mm-hmm. Maro. Blackson was er. Dus er waren heel veel gasten die speelden. Die waren veel ouder dan. Ja. Ze waren heel veel ouder dan mij. Dat was mijn eerste oproeping. Colin heeft me ook vanaf het begin gezegd van ik wil je gewoon weer bij hebben, zodat je kan leren. Dus ik wist sowieso dat ik niet zou gaan vliegen, want we zouden een WK kwalificatie spelen in Cuba. Okay. En dan Guatemala ook. Maar het was een leerrijke ervaring echt, die weken dat ik mocht meetrainen. Mm-hmm. Ja. En vervolgens train je mee. Het boost je zelfvertrouwen, neem ik aan. Oh, sowieso. Je persoonlijke instellingsrevie. Ja, sowieso. Je voelt je gewoon belangrijk toch, voor het Surinaams voetbal. Mm-hmm. En het was de droom om echt volledig de traject door te maken. Ik heb daarna ook nog één wedstrijd gespeeld na die oproeping. Dat was in 2004. Maar doordat ik in het buitenland voetbalde, dan was het niet zo makkelijk om te komen spelen. Hoe lang heb je voor Inter Molotapo gespeeld? Daar heb ik ook 2 jaar gespeeld. 2 jaar. Mm-hmm. En ik ben zeg maar vertrokken in 2002 naar Nederland. En toen zijn ze gelijk kampioen geworden. Ja. Nadat ik ben vertrokken. Ja. Ik ben tweede geworden met Hop en tweede met Inter. Ik heb nooit de kampioenschap in Suriname. Ja. Ja, altijd semi-kampioen. Je gaat naar het buitenland. Hoe ging het daar voor jou? Het was zeg maar, ik ging gelijk op stage. Ik had de aanbieding gehad. Het is deels goed verlopen.
Maar het kon niet rondkomen, want die zaakwaarnemer en de club kwamen niet uit. Dus heeft hij me ergens een beetje lager gebracht om te gaan voetballen. Wat ik heb gedaan, ik heb daar 1 jaar gespeeld en toen kreeg ik weer een uitnodiging om in België te gaan voetballen. Daar heb ik ook een goede indruk gelaten en ik kreeg een contract van 2 jaar. En het begon goed. En plots kwam de club in moeilijke situaties, financiële situaties. Dus had ik een twijfel van moet ik blijven of moet ik terug. En toen ben ik gewoon terug naar Nederland gegaan. Mm. En heb ik dan gewoon weer normaal een treetje lager, een niveautje lager gespeeld. Voor 10 jaar lang. Mm. Want het was meer, weet je, geld onder de tafel. Ja. Het was meer, ja, meer een semi-prof niveau dat ik speelde. Mm. Ja. Wat voor type voetballer was jij? Ik was creatief. Creatief, slim. Ik kon scoren wanneer ik wilde, maar ik deed dat niet graag. Ik gaf graag meer zeg maar assists. Ja. Zo'n type was ik. Verdedigend heb je niet zoveel aan mij, maar ik was wel een beetje driftig als ik moest verdedigen. Niet onnozel, maar wel driftig. Ja. Heb je veel kaarten gehad? Niet echt. Ik kreeg alleen kaarten als mannen me echt met opzet schopten, zeg maar grote mannen. Ouder dan mij en dan reageer ik gelijk. En dan kreeg ik wel een kaart. Ik heb 1 keer een rode kaart gehad, denk ik. Dat was tegen Transvaal. Ik weet niet wat ik deed, maar ik tilde een bal over iemand heen en hij sloeg me gewoon een klap op mijn borst. Dus heb ik hem gelijk gejapt in zijn borst en ik kreeg rood. Dat was mijn eerste rode kaart. Voor de rest gele kaart af en toe, maar ik was geen agressieve speler. Nee. Hoe zal iemand zich afvragen, als je kijkt naar Afasfabal bij Pleitoen en Yelukufa Asanegono, zie jij verschillen en waarin verschilt het? Als je kijkt naar de voetballers nu, naar een mindset, naar instelling, is het gewoon dat de tijden veranderd zijn? Want je hoort vaak van de mannen die daarvoor waren, van hey, Fossi, hoe bij Spaans of zeer naar Kies Wagi of Kies Moni, hoe bij Play uit Lobby? Uiteindelijk van mij bij Play, Asambe bij kon dat je wel, je speelt wel voor wat. Ja. Dus het was niet een eis, maar het was meer een beloning voor je effort. Ja. Maar wij hadden ook zo clubliefde. Als ik voor een club speelde, ging ik ook 100% voor. Mijn favoriete club was Robin Hood, maar om een of andere reden heb ik nooit voor Robin Hood gespeeld. Echt. Ik heb persoonlijk benaderd, maar ik was al op een niveau waar ik, ja. Kijk, als je daar een brom krijgt en zij bieden je een fiets aan, dan is de keuze makkelijk gemaakt, snap je? Ja, ja, ja. En ik heb nog niet ook, ik heb op 18-jarige leeftijd al wat dingen gehad. Maar het was ook meer, ja, het was niet de juiste periode om te gaan. Echt. Heb je in Suriname voetballers of een voetballer naar wie je altijd opkeek? Ja, ik had altijd veel lof voor de manier hoe Cliffy speelde. Sancho was een van mijn favorieten. Ja, hij was ook in het programma een paar weken geleden. Hij is een van mijn Surinaamse legends en Dennis. Dennis. Ja. Dennis is gewoon buur, ja, hij was gewoon buurjongens van ons. Van ons. Hij was gewoon kind aan huis bij ons in onze buurt. Daar was hij elke dag. En we zijn zo samen opgegroeid totdat hij is doorgebroken in Transvaal. Mm-hmm. En de sterren van de wereld heeft gespeeld hier, totdat hij vertrok. En zo toevallig, ik was ook in KV Mechelen en er was een wedstrijd tegen Wevelgem. Ik wist nog, het klinkt een beetje bekend, die Wevelgem, want hij speelde voor Wevelgem City. Dus ik deed mee met de warming-up, want mijn dingen waren nog niet geregeld om te spelen. Maar ik mocht wel een beetje opwarming, moet ik meedoen. En ik ging naar binnen om te kleden en ik zie hem lopen voor me en hij schrok en zegt, wat doe je hier, maar je wist het niet. Ik zeg, ja, ik ben DJ, na 3 maanden, maar dat is serieus. Ik zeg, ja man, dat is van vier, dat is bij je play. Ik zeg, ja. Wevelgem City. Maar hij is daar ook niet lang gebleven. Toen is hij naar Nederland vertrokken en heeft hij daar gespeeld en toen is hij begonnen met zijn trainerscarrière. Dus dat was ook iets leuks, dat ik hem daar heb moeten treffen. We hebben niet afgesproken, niets. Ik zag hem gewoon in onze stadion gewoon. Heb je in de periode in Suriname, Santos, Hop, Inter Mungotapu, teams gehad of spelers gehad waarvan je zegt van hey, ik ben blij tegen het team dat die of het team dat die, was ik altijd extra getriggerd? Die grote wedstrijden, ik was altijd getriggerd tegen Transilio en Robin Hood. Ja, die andere teams ietsje minder.
Maar een specifieke speler, ik was niet bang voor niemand. Ik kon iedereen afmaken. Je had nooit iets van, dat er een verdediger was bijvoorbeeld. Je moet aan mannen, dat je pak serieus hebt aan boy, maar zo weer misschien. Nee. Die ene wat ik zei van Transvaal, hij was een lange, sterke speler. Ik ken zijn naam niet meer. Maar Bahan Dak altijd. Ik ben een verdediger, ik ben een kota van mannen. Maar een man dat nak me echt, omdat ik nakabal, ik chepabal, ik ben een man. Ik chima, ik ben een teken clean, dus een man fries, een man nak. Dus een man in een man zou echt gewoon een smerig zijn. Voor de rest, net een man, ik ben mankies mee. Ik was echt zo aan het een fossie, ik kan me niet pakken. Echt, just geen. Je carrière of je loopbaan of alibi na voetbal. Heb je ook ambities om ooit eens het coachingsvak in te stappen? Ja, dat heb ik ook al gehad. Ik heb de eerste diploma's van jeugdvoetbal. Ik ben gestopt permanent met voetbal in 2010. Gewoon even gestopt omdat ik vader werd en ik dacht ik ga even tijd daarin stoppen. Ja, ja, ja. Dus dan had ik genoeg tijd over en ik ben begonnen met een coach diploma en dat beviel heel goed. Want zelf die cursus die ons de lessen gaven, die vroeg mij van wil je niet komen aansluiten bij een echte profclub om je trainersdiploma's te blijven. Maar ik had nog geen zin om dat te doen. Dat komt dus nog wel? Ik ben nu weer bezig, want mijn zoon speelt nu voor het eerst clubvoetbal. Okay, dus ik train hen ook af en toe, tussendoor. En ik zou zeggen dat ik toch even die tweede en de derde diploma ga proberen te halen. En dat zien we wel. Maar om een coach te worden, ik zie me niet echt een coach worden. Ik kan wel een speler adviseren, snap je? Daar denk ik dat mijn kwaliteiten zitten en managen. Mm-hmm. Misschien is dat beter voor mijn kwaliteiten. Mm-hmm. Je carrière in Suriname, herloopbaanvie. Met welke trainers heb jij het prettigst gewerkt en zeg je van hey, ik heb van deze gast of van deze man een heleboel geleerd? Waren het er meer? Als eerste Rustenberg Busto, Rijlen. Daar heb ik het meest van geleerd, omdat hij is echt een jeugdtrainer. Hij haalt alles uit de jeugd. Hij stoomt ze door meestal voor de eerste. Van Tro was ook een hele goeie. Ik heb ook gewerkt met trainer Bundel. Ja. Tina Bundel was ook meer een soort een strakke trainer, weet je. No nonsense. Van hem heb ik ook heel veel geleerd. Dat was het zo een beetje. Ik heb die drie trainers gehad. Daarom zei ik, heb een korte loopbaan gehad in Suriname. Ja. Omdat ik net toen ik zo echt zou doorbreken, zeg maar, ben ik dan vertrokken uit Suriname. Hoe ging dat? Het was gewoon plots dat ik moest vertrekken. Weet je. Ik kreeg een bericht van je moet komen, je moet gaan trainen, je moet stage lopen. Dus ik heb bijna geen afscheid kunnen nemen van geen ene club of wel van de club. Ik had met Bravo had ik nog een gesprek, want hij had dat ook een beetje geregeld dat ik mocht vertrekken. Dus afscheid nemen van het voetbal heb ik niet kunnen doen. Ja. Voetbal je nu nog? Ik begin nu pas weer. Ja. Na 10 jaar heb ik me weer aangesloten. Of tenminste, iemand vroeg me van ik heb gehoord dat je hoog hebt gevoetbald, wil je niet ons komen helpen? Dus mijn play, 2-3 play. Eind van seizoen. En de eerste ploeg zag me spelen en die hebben me gevraagd als ik weer op niveau kan komen spelen, waar ik eigenlijk geen zin in heb, maar omdat ze hebben me echt gevraagd. Ze zijn nu op trainingskamp, ze komen morgen terug. En ik moest me aansluiten dinsdag, maar ik vertrek pas woensdag. Ja, ja. Dus volgende week ga ik weer beginnen. Ja. Maar ik probeer nu een beetje fysiek weer in orde te zijn. En op welk niveau is dat? Ze speelden, ik denk het is tweede provinciale, zoiets. Ja. Als je het vergelijkt met hier, met Nederland is het net als de hoofdklasse. De hoofdklasse amateur. Ja. Een van de hoogste amateurs. Ja, ja. Ja, ja, ja. En je blijft wel voetballen op het middenveld gewoon hier? Ja, ik zou denk ik een linie terugzakken op de 6. Een beetje minder lopen. Ja, weet je. Ik heb een goede pas. Ja. En ik kan het spel lezen, dus ik denk dat ik daar voornamelijk kan voetballen. Ja, gewoon makkelijk spelen. Niet te veel rennen. Ja, ja, ja. Ik heb wel veel loopvermogen. Als hij Arena, de voetbal enzovoort.
Je zoontje, die begint ook te spelen op clubniveau. Hoe oud is hij? Hij is 10. En wat ik van pa? Hij maakt ik chance of me, ja, sowieso. Maar hij heeft meer van zijn, zijn moeders kant, denk ik. Die, zijn moeder is van Gobbel. Okay. Dus hij maakt ik chance of Ulrik van Gobbel. Okay, okay. Echt een goede tackle. Okay. Een driftige speler. Ulrik van Gobbel, best snel. Ja, best snel. Maar hij moet snel doen. Mm-hmm. Maar hij moet echt nu het traject doormaken. Ja. Ik help hem. Ja. Hij heeft niet echt de liefde voor voetbal nog. Maar het kan misschien nog komen. Alleen, ja. Ja, maar hij vindt het wel leuk. Want hij ziet me soms spelen. Dus, en we spelen vaak ook samen nu. Ik neem hem mee. Dus hij speelt tegen oudere mannen. Mm-hmm. En ik zie een beetje vooruitgang. In de laatste 6 maanden. Nou, het is fijn om mee te maken natuurlijk ook wel. En kan de Taman Kolobasani. Ja, ik weet niet. Na een hele poos, ik zorgen, maar dat boy, maar je bent nog eigenlijk het. Ja, iedereen zegt me van, ja, hij heeft wel iets. Ja. Ja. Ik probeer hem altijd een beetje, eigenlijk moet ik het niet doen. Ja, dat is niet goed genoeg, weet je. Een beetje scherper. Tegendruk. Ja. Ja. Maar ik denk, hij is niet verplicht om te spelen. Maar als hij het kon doen, zou het ook goed zijn, je weet. Ik heb hem altijd gezegd, je mag kiezen, want hij is in België geboren. Mm. Maar hij is Nederlander. Ja. Ik zei altijd, je mag kiezen, je mag spelen voor Nederland, voor Suriname en voor België. Je mag kiezen. Dus hij heeft echt een luxe om te kiezen. Ja, wat de keuze betreft. Heb je in je vakantietijd Surinaams voetbal kunnen kijken? Ja, ik ben geweest naar die wedstrijd van Transvaal tegen Robin Hood. Het was een hele mooie wedstrijd, van begin tot einde. Die laatste goal heb ik van dichtbij ook gezien, want we stonden precies bij het gas zo. Okay. En die Braziliaanse school die was echt heel mooi in het doel. Ja. Voor de rest heb ik niet zoveel wedstrijden gezien. Ja. Ik ga straks wel die van Leo Victor Transvaal zien. Ja, dat kan een mooie worden. Dus dat zijn die twee enige wedstrijden die ik ga. Ja, maar Igor Luku? Ja, sowieso. Wel al helemaal prijzenswaardig. Nou, hebben we alle tories doorgefietst. Jij hebt voor Nacho gevoetbald. Ik niks aan mee naar Nacho. Was dat een taille bij? Ik zei niet dat je. Hoe doe je dat niet toe in het buitenland? Ja, sowieso. Harman bij die lichting 4? Oh ja, Harman bij in alle selectie. Wanneer dat ik zo lichting. Zo lichting die je mag kreeg dat ik van elkaar of zo? De man Patan en Moro. Het is Rivina in de camera. Het is Rivina CB Lupson. Patan bij die camera toe Benny. Ja, nou hier net die laf in, maar ik is er niet, maar rust voor zijn play. Dan laat net die mijn micro. Vooral tegen je, is dat wat amor op Chiwai, je bent rustig, in een man. In een man, Siki. Maar grap man die altijd. Het zijn mannen van verschillende ploegen, maar merkte je toch wel een familie? Gebroeders. Ja, gebroeders. Als jullie weggingen voor Nacho? Broederschap, ja, sowieso. Ja. Maar als we daar zitten. Zolang je voor Suriname uitkomt, is het de eerste nou weer. En dat we daar samen zijn, geeft ook een andere boost. Wat voor gevoel heb je? Wees jullie naar starting of in de reservebank, maar aan momenten als er een nationaal anthem in play? Ja, je zingt sowieso volle borst. Maar ik heb het is trots. Ja, je bent trots op jezelf. Je bent trots dat je daar staat. Nou weer. Je steunt je collega's of je medespelers. En we proberen altijd het beste te halen, samen met het bestuur voor Suriname. Soms niet even makkelijk, maar het was gewoon, je viert sowieso trots, dat wel. Je grootste gevoel naar trots. Als je terugblikt op je actieve carrière, met welk gevoel blik je terug? Ik ben serieus, ja. Eigenlijk heb ik wel spijt dat ik de jeugd niet heb mogen spelen, want daar zou ik het beste schitteren, het meest. Ja, ik heb ook geschitterd op hoofdklasseniveau. Maar dat is het enige minpunt van mijn carrière, dat ik geen jeugd heb gespeeld. Het doet me wel pijn, echt. Want je had dan natuurlijk los van de momenten, de hoogtepunten, maar voor je ontwikkeling zou het misschien ook wel een andere wending gehad kunnen hebben. Ik moet eigenlijk niet zagen, want misschien is dat het beste geweest voor mij. Ja. Dat heeft me gevormd, eigenlijk. Ja. Maar als je die mij geniet, toen ik tronkampioen was, die ziet dat hij tronk opscoorde. Je ziet echt letterlijk dat hij. En je weet dat je het ook kan doen. Ja. Maar het mocht niet zo zijn. Dus ik ben tevreden. Mijn loopbaan is niet de super of de beste geweest van Suriname. Maar ik ben tevreden geweest. Ja. Wat ik heb behaald. En vrienden die ik heb gemaakt voor leven. Was dat vooral? Dat is het belangrijkste. Dat vooral. Vrienden en mensen die je hebt meegemaakt.
Orubal Matori op Radio SRF Suriname. U hoort het. We praten in de studio met Rodney van Engel. En vandaag hebben we toch wel ook het een en ander kunnen opsteken van Roger. Want hij heeft ons eigenlijk op een tour genomen vanaf zijn begin. Oma bij Wanaman Pleibal, oma bij Fredep Tjunso. Hij heeft geen jeugdvoetbal gespeeld, helaas niet. Maar het heeft niet kunnen blokken dat hij toch uiteindelijk uitgegroeid is tot een hele goede voetballer. En daar kunnen de mannen van Santos, Hop, Inter Mungo Tapu en vervolgens toen hij naar buiten ging allemaal van mee praten. Wat is nou wat, een interview? Nee, ik vond het heel fijn dat jullie me hebben uitgenodigd. Mijn bab Tumsi Furtori. Nee, maar Oespan, 40 minuten. Ja, toch wel. 40 minuten aan Tories. Ja, nee, het was een eer. Het was een eer. Nee, ik vond het inderdaad fijn. We zijn van Radio SRS Suriname blij dat we de Oru Legends, de Oru Balman, de Toekan Guilherme, alles zo'n debakken naar een platform die zien. En fanbase is groot. De interesse voor het programma is er. Mange Bel, interview die zien, interview dat die. Dus van deze plek uit heeft u suggesties. Want we zijn begonnen in eerste aanleg met de mannen die voor Nacho gevoetbald hebben. Maar er is een hele grote groep. Ze kan er nog net niet door een Nacho, maar ook toen bij Wasbal Grond Tapu. Ook toen op een verhaal. Dus de bedoeling is dat we ook op dat punt komen. Waarbij we dus ook de verhalen van die mannen natuurlijk naar boven halen. We hebben ook wat van de coaches gesproken. Want ook de coaches die hebben zoveel meegemaakt. Hebben zoveel generaties gecoacht. Kadriman schrijft pleibal. Dus we kunnen alle kanten op met het programma. Tarano, zoals mij ook niet schoon. Want de vrouwen heb ik nog niet belicht. Want ook de Orubalvrouwen natuurlijk. Dus voor ze, dus pak ik niet aan dat ik me discrimineer. Moeten we er wat driftiger werk van maken. Om dus ook de Oru voetbalvrouw. Vertelling kon je naar studio ook toe om ook met hun te babbelen en ook van hun te vernemen van zijn BD, van de Biging en van de Luca voetbal anno 2022. We gaan deze aflevering van Orubal Matori met Rodney van Engel besluiten. En we zijn er dus komende zondag weer. En komende zondag hebben we weer een interessante gast. Komende zondag zal ik als alles goed zit. En dan moet ik die pot druk gaan, want ik heb Karaman in live in haar uitzending. Dan ben je namelijk een tak neem hoor. Nee, maar we hadden al een voorgesprek met Virgil Ongafat, Wolu. Watakanga Wolu, komende zondag. En u weet het, Wolu is een supersporter. Amai play sal, amai play volley, amai play bal. En voor alle drie heeft hij de nationale selectie gespeeld. Nacho sal, nacho volley, nacho voetbal. Dus het wordt een interessant programma. Want Amansa Chatori natuurlijk een heleboel. Ik hoop dat ik mijn biggie pot dit netjes in volgorde. Want wij willen als luisteraars natuurlijk genieten van ook die aflevering. We zijn dus volgende week zondag met de nieuwe Orubal Matori. Ik wens u verder een hele fijne middag toe. Stay safe en tot de volgende week. Goedemiddag. Ciao.